ik ook al gelijk vertellen is, ik heb wat dingen besteld op bol.com. En dan gaan jullie morgen wel zien. Er zijn twee dingen morgen die we morgen binnenkomen. Twee dingen die met de camera te maken. Super tof dat je kijkt naar Gloe. Hallo, nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pat, zoals iedereen weet. Ik heb net Sanne weggebracht. En zoals jullie gezien hebben, heb ik gisteren niet gevlogd. Is wel apart video opgenomen. En ja, ik dacht even met één dag ook even rust, privé. En ik ga nu maar lekker richting huis. En ga lekker dadelijk Feyenoord, Sparta Feyenoord kijken. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. De laatste keer dat ze tegen elkaar gespeeld hadden was 1-1 geworden. Ik ben benieuwd wat deze vandaag gaat worden. Over een paar uurtjes gaat het al beginnen. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Maar jullie denken, dan gaan jullie wel zo meteen ook wel. Zo, en dan ben ik weer lekker thuis warm. En dan ga ik een paar dingen hier ook doen. Dit even opruimen. En lekker met Sanne in de ochtend lekker een mutsje lopen eten. Of was net lekker. Oh, ga ik weer doe ik omhoog. Oh, nou omlaag, laat omhoog. Ik zal ik omhoog laten. Maar het is super lekker weer buiten. Wel koud, frisjes, maar wel lekker. En wat ik ook al zei, wat we meteen gaan beginnen, is Sparta Feyenoord. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Maar wat ik ook lekker ga doen, is lekker een bakje zetten. En ik heb nou een oplossing trouwens voor om niet te roken. Gisteren heb ik ook kauwgom gekocht. Dus. En dat is mijn afleiding om. Juist, niet van rook af te gaan. Maar ik ga dan nu even lekker klaarmaken om Feyenoord, Sparta Feyenoord te kijken. Maar eerst even lekker bakken koffie. En kan je op was ook vanochtend lekker alweer weg. Dus. Ja, hij was wel behoorlijk goed aanwezig, jij. Boef. Boefje van me. Hé. Hey. Boefje van me. Ja, hè? Maar ja, ik ga even lekker dingen op achter de computer doen. Want ik heb trouwens sinds vrijdag ook zo geheugenkaartje gekregen. Zo is het extra geheugen voor van alle oude foto's. En misschien hebben jullie het al gezien dat ik een foto gepost heb. Maar ik verlaas in de Kuip, dat is echt heel lang geleden. Toen was ik 10, zoals jullie hebben gezien staan. Het gaat tijd gewoon hard, zo te zeggen. Zo, wacht even, ik wil even op een andere manier. Zo. Dan ga ik lekker naar wat koffie. Heerlijk. Oh, heerlijk. Even lekker opgefrist. Dat heb ik nog niet gedaan, want ik ben gelijk. Vanochtend eigenlijk, toen ik wakker werd, even ontbeten en gelijk aangeleid en gelijk Sanne weggebracht bij John. En dacht, weet je, ik ga dan daarna douchen. En ja, dus dat hebben we gedaan. Heerlijk. Oh, lekker haren bij gewassen. Meestal doe ik dan niet, maar oké. Maar ik ga ook klaarmaken om dadelijk Feyenoord te kijken. Sparta Feyenoord. Dat is weer bijna aan de gang. En ik ben benieuwd wat het gaat worden. Net even lekker weer een bakje koffie gezet, alweer. Zo. En dan tweede alweer van vandaag. En ik wil in ieder geval de moeder van Jan bedanken, want ze had zo'n foto gemaakt van kerst. Die tijd. Oh. Die is leuk. En nog eentje. Fotocomplicatie ook nog. Heb ze ook laten maken. Die is ook leuk. Dus. Ziet er allemaal lekker uit. En leuk gemaakt in ieder geval. Vind ik. Vind ik echt super mooi. Dus ja. Ja, het was wel een leuke kerst dit jaar. En dan was ik vergeten inderdaad dat Janice van de opnames van net even anders Janice jarig is geweest. Dat zij nu 20 is geworden. Maar ik ben bijna even vergeten op mijn kalender te zetten van de verjaardagskalender. Wat er nu aankomt, dus vandaag 13e
Het is nou de 10e. 10e is niemand jarig, 11e is niemand jarig, alleen 12e. Dus voor mij is dat gisteren geweest? Nee. Ja, gisteren is dat geweest. Gisteren was... zeg ik goed? Nee, vandaag. Nou. Ja, vandaag is blije... Gisteren is blije short een jaar geweest. En vandaag is Gio. En... Nee, dat weet ik niet. Ik kan niet goed zien wat erop staat in ieder geval, maar ja. Ik ga nu even lekker relaxen achter de computer. Zo, ik ga nu maar even lekker Gaia eten geven. En ik ga nu Ajax-PSV kijken en staat 1-0 voor PSV. En Feyenoord werd 2-0 gewonnen van Sparta. En PSV weer aan de bal. Ja, 2-0! Oh, Ajax wordt vernederd! Oh, wat zou dat zijn? Bizar! En ja, zoals jullie hebben gezien, zijn de twee vlogs niet online gekomen. En waarom pak ik een blokje? Zodat ik zakjes moet hebben. Dus, maar ja. Ik ben nu eten aan geven aan Gaia. Laten we maar even een zakje geven aan Gaia. En dan ga ik zelf ook eten. Piccolini's. Zo. Is het erin? Zo. En dan ga ik nu maar Piccolini's pakken dadelijk. En dan het bord zetten. Dus ga ik even camera weer neerzetten. En ik kan jullie vertellen hoe Gedin zei van dat zij verrassing heeft op de 18e. Ik ben ongelooflijk niet zo benieuwd wat ik krijg. Ik heb echt geen flauw idee wat het is. En als ik denk van ik krijg verrassing, maar ik ga denk ik wat anders even ook iets overleggen. Ja. En tussendoor ben ik lekker Piccolini's en voetbal aan het kijken. Dus in ieder geval even nu lekker Piccolini's eten. Even kijken hoe lang ze moeten. Elf minuten op 200. Oké. Okay. Toch? Ja. Dan ga ik nu maar even erin zetten. Dus, want ik heb best wel trek eigenlijk namelijk. Want ik krijg een beetje honger al. Dus vandaar. En lekker in de oven zetten. En super lekker weekend gehad. En ga ik nu maar in de oven zetten. Zo, en dan wachten maar. En mijn piccolini's zijn klaar. Wat ik eigenlijk ook gedaan heb gisteren, kan ik ook al gelijk vertellen, is ik heb wat dingen besteld op bol.com. En dan gaan jullie morgen wel zien. Er zijn twee dingen morgen die hier morgen binnenkomen. Twee dingen met mijn camera te maken. Dus weet je, dat is een beetje informatie. En de 18e krijgen we binnen natuurlijk. Dat weet ik niet. Toen zat ik wel te denken, wat zou ik dan voor Sanne weer geven? En Sanne vond trouwens het cadeautje die ik heb superleuk. Ze was er blij mee. En ik was even nieuwsgierig eigenlijk waar zij ging neerzetten. Maar ja, ik ga nu even lekker piccolini's eten. Laten we dat even lekker van smullen. Oh, ik kan gewoon trouwens echt niet wachten dat ik wat ik morgen binnen ga krijgen. Ik kan er nu al niet op wachten. Kijk, want ik krijg morgen superleuk wat binnen. Ik hoop dat ik er morgen wel echt kan krijgen, namelijk. Maar goed, de voorgrijven zijn niet goed. Maar nogmaals, ik hoop dat ik echt kan krijgen. En ik ben nu een beetje klaarmaken om naar bed in te gaan. Lekker te slapen. Wat ik alleen even vergeten is de was even te doen hoor. Dat doe ik denk al zo meteen even snel. En daarna morgen maar even de handdoeken wassen, want het zit er allemaal helemaal op. En morgen ga ik ook wel anders brengen, want ik heb van mijn moeder heb ik een
oudjaarslot gekregen en er staat 5 euro op. Die gaan we daar even ophalen morgen. Met Rick, want Rick moet ook morgen ook naar de Rijn. Voor iets. Dus waarvoor weet ik het niet. Dus, maar we gaan het allemaal wel zien. En ik weet al waarvoor. Dat is de decembermaand. Moet hij erheen natuurlijk. En ik ga nu al maar klaarmaken om lekker achter de computer relaxen. Dus laten we dat even lekker doen. En ik zat toevallig met iemand, ik ga voor zekerheid geen namen noemen, vraag te stellen voor KNVB quiz. En diegene, dat ga je gewoon niet geloven. Dit ga je gewoon niet geloven, maar daar kom ik nog een keer op terug. Maar dan ga ik wel even een keer even datum met hem plannen, met diegene, om even wat over te hebben. Maar dat gaan jullie binnenkort wel zien. En wat ik ook ga doen is even water maken. Want ik heb ongelooflijk dorst namelijk. Ja. Dus ik ga nu maar lekker water drinken. En dan ook nog daarna een video kijken. En ik kijk even hoe laat ik naar bed ga. Ik ga nu lekker klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Wat ik tegen jullie eigenlijk wil zeggen is... Hier allemaal bedankt voor kijken. Ik heb nu het al in ieder geval gedaan. En ik ga nu lekker mijn bedje in. Een paar video's kijken van Don. Dan lekker mijn bedje in. En wat ik tegen jullie wil zeggen is... Jullie allemaal bedankt voor kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Kanaal zou tof zijn als je me beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in Groen Heel Vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Ik ga nu lekker klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Wat ik tegen jullie eigenlijk wil zeggen is... Hier al een bedankt voor kijken. Ik heb nu ook het al in ieder geval gedaan. En ik ga nu lekker mijn bedje in. Een paar video's kijken van Don. Dan lekker mijn bedje in. Wat ik tegen jullie wil zeggen is... Jullie allemaal bedankt.